De VHP heeft haar 70ste verjaardag gevierd met de start van haar verkiezingscampagne. In een tot de laatste plaats gevulde partijcentrum heeft de partij haar verkiezingsstrategie prijsgegeven. VHP-voorzitter Chandrika Persat Santokhi ontving daartoe het werkdocument getiteld Verkiezingsstrategie van de VHP, de weg naar 28 zetels. Santokhi wees zijn gehoor erop dat er nog 15 maanden te gaan zijn voor de verkiezingen in 2020. En hier is die route aangegeven. En als ik kijk naar die route en ik kijk naar die opkomst, en die planning was 28 zetels. Mensen, kan je nu al zeggen, het wordt meer dan 28. Het wordt meer dan 28. Zeer veel dank. Zeer veel dank dat team dat hier aan heeft gewerkt. En we geven een warm applaus nogmaals aan het team onder coördinatie van Pertab Urdia Meriden. Het hoofdbestuurslid Krishna Mathura gaf aan dat 70 jaar VHP betekent 70 jaar wijsheid en 70 jaar ervaring. Mathura noemde de grote opkomst een grote oranje movement. De VHP-parlementariër gaf aan dat met de vele rijkdommen van het land Surinamers niet mogen pinaren. Dit komt volgens haar omdat wij niet de juiste mensen in de regering hebben. U hoort wederom de VHP-voorzitter Santokhi die met de nodige fanfare naar binnen is gehaald. Leiders, Nagakoni, leiders die rechtvaardig zijn, leiders die afrekenen met vriendjespolitiek, leiders die afrekenen met corruptie, leiders die opkomen voor apoti volk, voor mensen die 300 vierkante meter grond willen. En de stoepen aflopen van de overheid. Mensen die een kaart willen, sociale zaken, en maanden moeten wachten. You, die leiders hebben ze niet. Kijkt u om u heen. Kijkt u om u heen. We hadden verwacht 10.000, dat was onze target. En we zijn al ver boven de 13.000. Welkom! En waarom is het bijzonder belangrijk om op deze jaardags manifestatie zo'n grote groep van Surinamers te hebben? Sande ade belangrijk voor Absome Sernamang Jasho. Ade belangrijk omdat vanaf tide, alla de masabe twijfel ete. Alla de masabe zwevende ete. Alla de masanobe sap sade mamus bendu. Alla de masanobe sap ta sot partij de mamus bego. Wel, hier is het antwoord. Hier is het antwoord. De Orange Movement. De Oranje Partij. En ik kan tegen u. Een oranje trein. I move is een andere trein. Dit is anno als spooktrein. Dit is anno als spooktrein. Ze rijden vanaf Kasaba Fabriek, Gawanica Ziekenhuis. Dat anno als spooktrein die zie. VHP-voorzitter Santokhi afgelopen zaterdag in het partijcentrum De Olifant. De partij heeft haar 70-jarig bestaan gevierd met de start van haar verkiezingscampagne. Ook heeft de Oranje Partij haar nieuw gezicht gepresenteerd, bestaande uit verschillende bevolkingsgroepen.